Zonder licht geen leven. Fotonen zijn elektromagnetische straling. Afhankelijk van de situatie kunnen deze zich gedragen als golven of als massaloze deeltjes. Fotonen kunnen in verschillende golflengten en frequenties voorkomen. De golflengte bepaalt grotendeels de eigenschappen van de straling. Dat wat wij licht noemen is het zichtbare spectrum, de fotonen met een golflengte die door onze ogen waargenomen kunnen worden. Fotonen kunnen ontstaan in atomen. Elektronen die van een hogere baan in een lagere terechtkomen verliezen energie. Deze energie wordt uitgezonden in de vorm van een foton. Op deze manier kunnen fotonen ook energie overdragen. Een foton met een bepaalde energie kan namelijk, als het op een atoom botst, een elektron in een hogere baan brengen. Het foton voegt dus energie toe aan het elektron. Het elektron kan later ook terugvallen en zo weer energie vrijmaken. Fotonen kunnen ook ontstaan door kernfusie, zoals in de zon gebeurt. Hierbij worden twee kernen van waterstofisotopen omgevormd naar een grotere heliumkern. Hierbij komt ook een neutron en een foton vrij. Door de kernfusie geeft de zon dus licht en warmte. Deze reactie is onmisbaar voor het leven op aarde. De zon is voor de aarde namelijk een constante bron van energie in de vorm van licht. Autotrofe organismen hebben dit licht nodig om energie te maken, voor fotosynthese. Een foton botst op een chlorofielmolecuul in een plant. Het chlorofielmolecuul wordt in beweging gezet door het foton en door resonantie wordt deze energie doorgegeven. Met deze energie wordt een H2O-molecuul gesplitst. Hierbij komen twee elektronen, twee protonen en zuurstof vrij. De elektronen en protonen worden getransporteerd naar het volgende complex. De energie van de elektronen wordt gebruikt om de protonen door het celmembraan te pompen. De elektronen worden verder getransporteerd naar fotosysteem 1. In het complex ATP-synthase wordt van ADP ATP gemaakt. Doordat buiten het binnenste celmembraan een hoeveelheid H+ wordt gebracht, is het daar zuurder dan binnen de matrix. Dit is potentiële energie. De ATP-synthase is een soort dynamo. De potentiële energie wordt hier omgezet in kinetische energie, doordat H+ het membraan weer naar binnen passeert. ADP, adenine difosfaat, wordt met deze energie aan een fosfaatgroep gebonden en vormt zo ATP, wat in de cel gebruikt kan worden. De elektronen, die opnieuw energierijk zijn gemaakt met behulp van een foton, worden vervolgens gebruikt om samen met een proton van NADP+, NADPH te maken. Dit NADPH wordt gebruikt om in de donkerreactie macromoleculen als koolhydraten te maken. Dit heet de energietransportketting. Heterotrofe organismen kunnen geen fotosynthese uitvoeren. Zij moeten de macromoleculen die autotrofe organismen hebben gemaakt opnemen. Zij zetten deze ook om in ATP en dus energie. Macromoleculen uit voedsel worden in stukjes geknipt en in het mitochondrium via de citroenzuurcyclus omgezet naar CO2. Hierbij komen de energierijke elektronen vrij en protonen. Via oxidatieve fosforilering in het mitochondrium wordt zo meer ATP gemaakt. Net als autotrofe cellen hebben heterotrofe cellen een energietransportketting die bij protonentransport vrijgekomen energie gebruikt om ADP in ATP om te zetten. ATP of adenine trifosfaat is de energiedrager van het lichaam. De negatief geladen O-atomen in de fosfaatgroep stoten elkaar af en veroorzaken zo de energetische waarde van het molecuul. Wanneer ATP gehydrolyseerd wordt naar ADP, komt energie vrij die door het lichaam op verschillende manieren gebruikt wordt. Fotonen staan aan het begin van dit hele proces. Het licht dat de zon ons geeft is dus onmisbaar voor het leven.